En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De inflatie is hoog, oftewel, spullen worden steeds duurder. Dat merken de bezoekers aan de markt in Hatert ook. Ga naar de supermarkt, dan merk je het al. Je gaat tanken, je merkt het al. Dus ja. Alles is hartstikke duurder geworden. Maar het meeste zijn alle belastingen. Ik hoor bij die gelukkige mensen die daar niet zo heel veel last van hebben. Ik ga ook niet zozeer naar de markt vanwege de prijs, maar vanwege de kwaliteit. Dus ik merk daar niet zo heel erg veel van. Maar ik denk wel dat het natuurlijk een belangrijk onderwerp is. Ja, voor mensen die, ja, als je alleen maar bijstand hebt of AOW, ja, dan denk je daar wel vast wel anders over. Hè. Dan is ieder dubbeltje meegenomen natuurlijk. Ja. Ik ben 85 en ik heb AOW. Ik kan er goed van komen, maar je krijgt van niemand hulp. Ik denk dat ik dat wel in mijn portemonnee voel, vooral als je gaat tanken. Dan denk ik aan de snelweg is het nu €2,10 per liter. En ja, daarvoor was het nog 1,80, 1,90. Dus dat voel je zeker in je portemonnee. Dat is toch wel richting de €20 op een volle tank. En als je de hele week werkt, nou, dat is dan elke week €20 kwijt. Ja, en wat ik nu doe is dat ik naar Duitsland rij over de grens. Want we zitten natuurlijk in Nijmegen vlakbij Duitsland. Ja, daar is het toch wel veel goedkoper. Ik koop alleen dingen die ik echt nodig heb voor eten en drinken. En dan let ik niet zozeer op de prijs. Groenten, vlees, brood en dat soort dingen heb ik graag, goede dingen. Bij de Jumbo heb je zo'n bak waar het spul in ligt wat overdatum is. Hè? Daar heb je een pond gehakt voor €1. Geen week meer doen. Ik denk dat we wat zuiniger moeten zijn en dat we ook wat zuiniger, vooral met energie zuiniger moeten zijn. Wat ik ga doen nu is dat ik zonnepanelen ga laten plaatsen op mijn dak, omdat de energierekening steeds hoger wordt. En daarmee hopelijk de maandelijkse lasten te besparen. Verwarming lager, dat vind ik niet prettig. En de energierekening is hetzelfde gebleven. Dus ik wacht januari af. Ik let er wel op dat de lampen uitgaan, maar dat zijn allemaal ledlampen, dus ja, die verbruiken ook niet zoveel. Merkten we het ook gewoon met normaal boodschappen doen, de dagelijkse boodschappen? Daar heb ik eigenlijk nog niet echt op gelet. Ik moet ook zeggen dat mijn man meestal de boodschappen doet, dus daar, dat weet ik niet, nog niet. De ene keer kan je minder van dit doen, de andere keer minder van dat. Dus ja, keuzes maken, anders lukt het niet allemaal meer. Haal voor €30 per week boodschappen. Dat is uw budget? Ja, meer kan ik niet missen. Voor boodschappen, hè. Want je moet soms ook nog wel eens iets anders. Maar ik ben de laatste die klaagt. Alleen met die grote uitgaven, zoals een ziekenfonds en je 3,85 eigen risico en €160 in één maand en de bril. Dat allemaal pakken, dat is heel erg. Ik werk in de zorg, dus geen vetpot. Maar buiten dat het geen vetpot is, we hebben toch geen vetpot als je ouder bent. Je wordt alleen maar geplukt aan alle kanten. Dat is gewoon echt waar. Dat gaat niet alleen maar om je eigen portemonnee gaat, maar het gaat ook om de hele samenleving.